Ja, en welke kast gaat het nou worden? Het wordt steeds moeilijker. Eerst dacht ik zeker, hij gaat wel in 2 zitten. Omdat hij daar het meeste kwam. Maar nou begint 1 toch ook alweer favoriet te worden. Dan ben ik bij kast 1. Ik zou er zeker voor kiezen. Want daar heb ik vorig jaar nog een nieuw dak opgemaakt op deze. En nieuw tapijt erin. Maar eens kijken, volledig gemeubileerd. Als ik die bosuil was, zou ik het wel weten. En verder gaat het met de bosuilen helemaal nog niet zo verkeerd hoor. Want ze hebben nou, toch al 2 keer serieus hebben ze de kas bezocht. En het mannetje zelfs een muisje voor het vrouwtje meebracht. Dus ja, en iedere keer dan ook weer zie ik dan dat het vrouwtje toch weer nestdrang heeft. Dus ze toch dan weer in de kast blijft zitten en in ieder geval, ja, het lijkt erop dat het elk moment kan gaan gebeuren. En van mij mag het hoor. Ongetwijfeld zal die bosuil hier ergens in een boom zitten, hier vlak bij de kast. Het is zo moeilijk om te zien. Want als die langs de stam af gaat zitten en dan de kleur, dan kijkt er daar gewoon overheen. Kijk, en ik denk dat hier het probleem zit, want dit zijn, die is toch wel serieus bezig geweest. Kijk, hij heeft zelfs, eens kijken, dat witte knopje dat hij daarin zit te vreten. Zijn stukken af. En de kabel nog een stuk. Verdorie. Ja, dat moeten we niet hebben, die knaakbeesten. Nou hebben we wat in elkaar geknutseld voor de ja, boomachter of eekhoorn of wie dat dan ook doet. Maar in ieder geval een of ander knaagbeest. En nou is dit de oplossing. Laat ik hopen dat dat werkt. Want dan kunnen we in ieder geval weer ongestoord genieten van de uil. En dat is toch wel heel belangrijk. Ja, het was trouwens een heel mooi filmpje van dat die uil die muis kwam brengen. Maar tegelijkertijd zijn er met de kerkuilen, zijn 1 op de 3 kerkuilen, zijn met die sneeuw gesneuveld. Gewoon, die eten alleen maar muizen. En die muizen die, ja, die zaten onder de sneeuw. En een kerkuil die heeft er echt wel veel nodig van die muizen om op conditie te blijven. En dus 1 op de 3 heeft het deze winter niet gehaald. Dus laten we hopen dat we een goed broedseizoen hebben van de kerkuilen. Dat het zijn eigen weer een beetje kan herstellen. Nou, jullie zijn weer een beetje op de hoogte van het gebeuren hier. Nou, dan ga ik verder. Doei!